Er zijn wel momenten geweest dat bijvoorbeeld mijn kijkers dan afhaken of bijvoorbeeld niet eens zijn met bepaalde beslissingen die ik in mijn leven neem of zo. Dat kan natuurlijk gebeuren. Toen ik zo dat eerst dat grafiekje altijd zo zag gaan en toen opeens ging het recht en toen ging het dalen, dacht ik, wat gebeurt hier? Mijn content is zo persoonlijk dat het moeilijk is om dat niet persoonlijk op te vatten. Mijn sticker, ze haat me. Ja. Wat heb ik verkeerd gedaan? Welkom bij een nieuwe aflevering van Dook Duikt In bij Club Next. Ik heb elke week een andere gast en deze week is het Diana Leeflang. Wat fijn dat je er bent. Voordat we beginnen, doen we eerst wat Next vragen. Next vragen zijn vragen waarbij je denkt, Next. Oké, de eerste is, wie vind jij de beste Nederlandse YouTuber en wie de slechtste? De beste Nederlandse YouTuber? Oh, ik kijk zelf niet zo heel veel Nederlandse YouTube. Weet, is dat nee? Erg is dat, hè? Oh, echt? Confession. Ga ik zeggen Teske. En wie de slechtste? Oh, de slechtste. Jeetje. Zit Orgel Joke op YouTube? Orgel Joke? Zij is fantastisch en verschrikkelijk tegelijk. Oh, ja. Ben je snel jaloers? Ik zou willen dat ik het niet ben, maar misschien ben ik het wel. Dit is slechte zelfkennis. Zijn er veel YouTubers of influencers waar je nooit meer mee wil samenwerken? Nee, dat oprecht niet. Nee, je kijkt ze ook niet, dus ja, dus misschien. Nee, inderdaad. Nee. Vind je jezelf een goede YouTuber? Soms. Niet altijd. Ik vind mezelf niet altijd een goede YouTuber. Wanneer vind je jezelf niet een goede YouTuber? Wanneer ik content maak die is, waarvan ik zelf niet het gevoel heb van dat ik echt zeg maar het meeste erin heb gestopt. Maar toch iets wil posten omdat het ook gewoon mijn verplichting eigenlijk is. Of dat er eigenlijk van mij verwacht wordt. Ja. En dat ik denk, dat had ik beter kunnen doen. Dus er zijn zeker momenten dat ik mezelf niet een goede YouTuber vind. En dit was gelukkig de laatste next vraag. Maar heb jij überhaupt vaak dat het soms ook als een druk voelt om elke week up te loaden? Niet het uploaden zelf, meer eigenlijk de inspiratie vinden om elke week iets leuks, vernieuwends en inspirerends te maken. Dat is het enige wat als drukker voelt, omdat inspiratie natuurlijk niet iets is wat altijd maar in oneindige, precies een soort stroom over je heen komt. Dus ja, wanneer het niet vanzelf komt, dan kan het wel eens een druk voelen. Ik denk, ik moet weer iets leuks bedenken, maar ik weet het niet. Ja, heb je ook echt paniek? Soms wel, omdat ik alles in mijn eentje doe. Als het dan bij mij niet komt, denk ik, dan kom je op een gegeven moment een soort van vast te zitten. En gelukkig zijn er wel mensen in mijn omgeving die ik soms kan vragen van, ik heb echt even geen idee, wat zou jij willen kijken bijvoorbeeld? Dat vraag ik het aan mijn zus of zo, die kijkt, we zitten wel op één lijn. Dus dat scheelt wel, maar ja, dat is toch wel de uitdaging. Het leuke en ook soms het moeilijke aan dit alleen doen. Ik ben begonnen als 17-jarige op mijn zolderkamer bij mijn moeder thuis. En dat is waar mijn passie voor het platform en het maken is ontstaan. En dat is ook wat mij gaande heeft gehouden door de jaren heen, door 10 jaar. 10 jaar? Ja, want je bent 10 jaar geleden dus begonnen. Ja. Hoe is het om eigenlijk volwassen te worden met YouTube, als YouTuber? Bizar, maar ja, al in al is het alleen maar positief eigenlijk wat het me gebracht heeft. Dus ja, daar ben ik heel dankbaar voor. En echt maf om, als ik echt zeg maar ga terugdenken van wow, stel dat ik dat niet had gedaan of dat allemaal anders was gelopen, dan had mijn leven er nu echt heel anders uitgezien. Ging het dat volwassen worden en je publiek daar meenemen, ging dat vanzelfsprekend? Soms was dat op zich, dat was soms wel lastig, omdat je maakt natuurlijk content die op dat moment bij jou past. Of, althans, mijn kanaal zit zo in elkaar dat ik video's maak over hetgeen wat ik dat op dat moment in mijn leven interessant vind. Of dingen die ik meemaak, dingen die voor mij dan relevant zijn. Dus het is altijd heel persoonlijk ingesteld. Ja. En op een gegeven moment gaan je kijkers natuurlijk ook bepaalde dingen van je verwachten. En je wil natuurlijk tot op zekere hoogte die verwachtingen nakomen. Maar op een gegeven moment, als ik opgroei of ik begon toen ik op de middelbare school zat, toen ging ik studeren, toen kapte ik met mijn studie, toen verhuisde ik naar het buitenland. En dat zijn allemaal dingen die
natuurlijk best wel een invloed hebben op mijn video's uiteindelijk ook. Ja. Dus er zijn wel momenten geweest dat bijvoorbeeld mijn kijkers dan afhaken of bijvoorbeeld niet eens zijn met bepaalde beslissingen die ik in mijn leven neem of zo. Dat kan natuurlijk gebeuren. Ze zijn niet eens met de beslissingen die je neemt? Nou ja, niet dat ze zeggen van dat mag van ons niet of zo, maar iedereen maakt natuurlijk zijn keuzes die zij slim vinden. Maar het is dus altijd een soort van balans vinden tussen mijn leven en content maken over mijn leven, maar dus daar wel dusdanige scheiding in houden dat het allebei voor mij ook te doen is. Is dan het lastig om, waar ligt voor jou dan de grens? Ik heb niet voor mezelf heel erg soort van, dit deel ik wel, dit deel ik niet. Ik kijk gewoon op dat moment, eigenlijk gewoon heel intuïtief. Ik heb eigenlijk vooral helemaal aan het begin van mijn YouTube carrière, dat ik vooral eigenlijk echt de positieve dingen wilde delen. Niet omdat ik een soort van perfect plaatje van mezelf wilde schetsen op het internet, maar meer om mezelf ook toch in bescherming ook een beetje te nemen. Dus dat ik mezelf niet op heel kwetsbare momenten deelde eigenlijk, omdat ik me ook bewust van was, dan zag ik dat getalletje onderin staan, dat er meer dan 100.000 mensen mijn video hadden bekeken. En op een gegeven moment kwam bij mij wel het besef van, oké, dit is niet alleen een getal, dit zijn echt daadwerkelijk mensen. Die dit allemaal nu van mij te zien en te weten krijgen. Dus ik denk dat ik daar door de jaren heen wel iets meer ook, naarmate mijn publiek ook veranderde en me meegroeide, nu heb ik mij veel meer vrouwen die rond mijn eigen leeftijd die kijken, zijn er ook een stuk minder. En ik heb daardoor het gevoel dat ik soms meer van mezelf kan delen. Of misschien niet meer, maar ook een kwetsbaardere kant kan laten zien. Omdat het dus meer... Omdat het meer vertrouwd voelt. Omdat mijn publiek nu eigenlijk nog meer soort van gecentreerd is. En heel, ik wil niet zeggen niche is geworden, maar misschien meer geconcentreerd zijn en heel erg soort van ook met mij zijn meegegroeid door de jaren heen. En je zei net even dat dan de cijfers ook veranderden. Is dat als je zo op YouTube bent en je bent zo gegroeid, je hebt zoveel volgers, maakt dat ook onzeker? Of hoe voelt dat als je dan opeens ziet, de cijfers gaan naar beneden? Ja, zeker. Dat doet wel wat met je. Toen ik zo eerst dat grafiekje altijd zo zag gaan en toen opeens ging het recht en toen ging het dalen, dacht ik, wat gebeurt hier? Want mijn content is zo persoonlijk dat je automatisch denkt dat wanneer mensen stoppen met kijken of gewoon afhaken. Dat het moeilijk is om dat niet persoonlijk op te vatten. Dat mensen denken, ze haten me. Ja. Wat heb ik verkeerd gedaan? En dat ik best wel lang, dat ik daar best moeite mee had. Ik dacht, wat heb ik verkeerd? Op een gegeven moment, ik ben nu 26 en als ik nu zeg maar denk, oké, mensen kijken gewoon niet meer omdat ze op mij zijn uitgekijkt. Weet je, ze denken, Diana, die boeit me niet meer. Of Brian, daar moet ik niks van weten. Of weet je, dat is helemaal oké. En prima, want nu, weet je, ik denk met leeftijd komt ook misschien iets meer soort van, dat het je iets minder boeit. Ja, tuurlijk. Nee, op een gegeven moment denk je, oké, whatever, dan maar niet. Ja, precies, dan ook prima. Dus gelukkig kijk ik daar nu al anders tegenaan. Maar dat was wel een tijdje dat ik echt dacht van, dit gaat de verkeerde kant op. Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En vandaag wil ik het met jullie over een onderwerp gaan hebben waar ik al best wel lang mee zit. En gewoon nog niet zo goed wist hoe ik daarmee om moest gaan. Maar misschien heb je het al aan de titel gezien. Ik wil het met jullie gaan hebben over fast fashion. In 2018, geloof ik, besloot ik om over te gaan op slow fashion. Ik had een aantal documentaires gekeken. En dat was voor mij een soort van echt een moment dat ik heel erg bewust werd dat met hetgene wat ik doe qua werk, dat ik daarmee heel grote invloed en schadelijke invloed had. Waar ik daarvoor eigenlijk een beetje een soort van daarvoor wilde afschermen van, maar ik koop veel kleding, want ik moet daar video's over maken. Dat mensen willen zien wat er nu in de zaag en de haan in hangt. Zeg maar op die manier verantwoordde ik het een beetje voor mezelf. Maar toen kwam bij mij wel een moment dat ik dacht, ik heb hier, het is niet alleen voor mezelf dat ik zeg maar een beetje een grote
soort van overconsumeren, aan het overconsumeren ben. Maar daarmee ook toch andere mensen beïnvloed om hetzelfde te doen. En dat was echt het eerste moment dat ik dacht, oké, ik moet niet alleen mijn eigen gedrag veranderen, maar eigenlijk daarmee ook mijn kanalen op zo'n manier inzetten dat ik een soort van de andere kant op kan sturen. Dat ik hopelijk uiteindelijk een positieve impact kan hebben. Dus toen heb ik eigenlijk daar echt vrij radicaal het roer omgegooid. En van tevoren had ik een beetje een soort, ik had niet verwacht dat iedereen er heel even positief op zou reageren. Maar uiteindelijk was de feedback zo enthousiast en ondersteunend ook heel erg supportive. Dat ik daar eigenlijk op andere vlakken van mijn leven ook ben gaan delen hoe ik me inzet om hopelijk een beetje mijn steentje te kunnen bijdragen. En is het dan ook zo, want wat ik heel erg zie op social media is dat als mensen zich zo ervoor inzetten en echt denken van oké, jongens, maar dit kan zo niet langer. Dat als ze ook maar één steekje laten vallen, dat dan gelijk zo soort van bovenop van hey, zag ik je nou net wel salami eten? Ja. Hoe ervaar jij dat? Ik herken wel iets van wat je zegt. Want dat is inderdaad natuurlijk heel makkelijk wanneer iemand iets probeert te bewerkstelligen om dan juist de slechte dingen eruit te pakken. Ik heb vanaf het begin eigenlijk meteen gezegd, ik probeer het goed te doen, maar ik ben ook gewoon een mens. Een lerende, ja. Precies, ik moet ook nog heel erg mijn maniertjes hierin vinden. Dus ik ga het niet altijd perfect doen. En dat is ook eigenlijk hetgene wat ik probeer mee te geven aan mijn volgers, is dat eigenlijk alle soort van veranderingen die je maakt in je leven, om ook maar op de kleinste manieren iets in je gewoontes te veranderen, waardoor je misschien minder impact of minder ecologische voetdruk kan hebben. Dat allemaal meetelt. Dus hoeveel of hoe weinig je ook wil doen, alles helpt uiteindelijk. Dus om het laagdrempelig te houden, probeer ik eigenlijk te laten zien van joh, het hoeft niet in één keer perfect. Dus ik hoop, ik merk dat door die boodschap uit te dragen, andere mensen ook vergeeflijker zijn wanneer ik zelf niet iets perfect doe. Want dat claim ik ook nooit te zijn. Ja. Ik doe mijn best en dat is alles wat je kan doen. En hoe neem je bijvoorbeeld onderwerpen als feminisme of gelijkheid voor iedereen en klimaatverandering, hoe introduceer je dat soort onderwerpen in je video's? Ja, dat sluit toch eigenlijk een beetje toch in op subtiele manieren in het begin. Het zijn dingen die ik bijvoorbeeld dan op andere kanalen zoals Instagram of zo iets kleins overdeel en merk dat daar veel behoefte naar is. Ik heb ook een serie op mijn kanaal die heet Girl Talk, waarin ik verschillende onderwerpen bespreek. En dan vraag ik ook heel direct naar input vanuit mijn kijkers van waar willen jullie dat ik het over heb of waar hebben jullie vragen over. En op een gegeven moment merkte ik dat onderwerpen zoals feminisme en intersectionalisme, racisme, dat allemaal onderwerpen waren die ontzettend leefden onder mijn eigen kijkers. Mm-hmm. Zodoende ik dus eigenlijk daar ook meer over wilde praten, omdat de dingen zijn die mij persoonlijk heel erg aangaan. Maar YouTube is altijd, als maker is het altijd die afweging van oké, dit vind ik heel erg belangrijk en dit vind ik erg leuk. Dit zijn de verwachtingen van mijn kijkers. Daar ergens moet je tussenin gaan zitten om iets te maken wat mensen dus leuk vinden om te kijken. En soms dan denk ik bijvoorbeeld, ik vind dit heel erg belangrijk, maar mijn volgers zullen het misschien niet zo interessant vinden. En dan blijkt dat ik er juist helemaal na zit. En dan kan ik dus iets heel leuks maken waarvan ik van tevoren misschien had gedacht, dat wordt toch niks. Wat dan uiteindelijk toch erg in de smaak blijkt te vallen. Zoals bijvoorbeeld die Girl Talk serie waarin ik verschillende taboe dingen bespreek. Mm-hmm. En andere maatschappelijke onderwerpen die gewoon heel relevant zijn. En denk ook goed om gewoon bespreekbaar te maken. Want niet iedereen heeft ook een persoon in hun directe omgeving waar ze het misschien over dat soort dingen kunnen hebben. En hoe is bij jou dan dit verschil eigenlijk gekomen? Sinds wanneer was jij eigenlijk daar sensitiever voor? Ik denk als je, ik ben opgegroeid in de Randstad, in een vrij linkse, in een linkse familie. En dat waren toch altijd dingen, we hadden altijd, stond het nieuws aan. En we hadden altijd abonnement op verschillende kranten. En ik ben opgegroeid met
nou ja, gewoon om bewust te zijn van de wereld waar we leven, politieke situaties, gewoon current affairs, om het zo maar even te zeggen. Ja, 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 ja. Dus daar had ik altijd wel, was ik sowieso al in geïnteresseerd. En ik denk wat ik vertelde, dat ik dus zeg maar 3-4 jaar geleden dus die omschakeling had gemaakt naar slow fashion. Was ik me gewoon erg van bewust dat ik best wel een groot platform heb. En eigenlijk op een heel simpele manier mijn stem kan delen met best wel veel mensen. En dat dat iets is waar ik me veel bewuster van wilde zijn om die in te zetten op een nuttige manier. En niet alleen maar om, weet ik veel, iced tea te promoten of frisdrank. Of weet ik veel andere, ja, eigenlijk vrij banale dingen. Ja. Waar zeg maar influencers om. Ja, want daar ga je natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook. Je gaat opeens een hele andere markt aanboren. Ja. Waardoor je ook misschien tegen sommige, nou ja, samenwerking misschien nee moet zeggen. Zeker. Ja, ik heb heel vaak nee moeten zeggen de afgelopen jaren. Was dat lastig? In het begin wel, omdat ik niet wist wat er tegenover zou komen te staan. Ik wist gewoon niet hoe adverteerders daarop zouden reageren. Want ja, at the end of the day. Ja, betalen merken mij niet omdat ze mij nou per se zo'n aardige persoon vinden, maar omdat ze willen dat ik een product of een dienst promoot onder mijn volgers. Dus ik wist gewoon niet zo goed, ja, wat er tegenover zou te komen staan tegen de merken die ik nee zei. Komt daar iets voor terug überhaupt? Nou ja, gelukkig bleek dat wel zo te zijn en zijn er dus heel veel merken en bedrijven die, ja, toch dezelfde waardes hebben als ik, die duurzaamheid belangrijk vinden of ja, maatschappelijke gelijkheid, weet ik veel, de echt meest uiteenlopende organisaties en instanties zijn bij me gekomen. Juist omdat ik eigenlijk een beetje, nou ja, een andere hoek in ben gezet. Ja. Dus dat is, ja, ontzettend tof. En dat merk je dus ook eigenlijk gelijk in je volgers, hoe ze reageren en misschien nieuwe markten die je aanboort. Ja, zeker. Ja, 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 ja. Wat goed. We hebben nog een paar kijkersvragen voor je. Hoe blijf jij mentaal gezond tijdens corona? Wel, breien. Ik zei net al. Mijn mentale gezondheid heb ik in stand gehouden door eigenlijk hobby's weer te zoeken tijdens de lockdown. Dat is iets wat een beetje, ja, toch gestorven is de afgelopen tijd. En ik zat zo, ja, ik ben op zich wel gewend om thuis te werken, maar ja, als je echt gewoon niks te doen hebt in je vrije tijd, moet je echt iets anders gaan zoeken. En al die events zijn weg, alles is opeens, alle, ja, leuke dingen is opeens. Ja, dus ik ben weer piano gaan spelen, ik ben gaan breien, ik ben gaan schilderen, ik ben van alles gaan doen om gewoon weer een soort van ouderwetse hobby's te proberen op te pakken. En ja, dat is heel leuk. Alex en jij zien er zo happy uit samen. Heb jij tips voor een lange en gezonde relatie? Communicatie is een hele goeie. En ja, ik denk, zoek iemand, vind iemand waarmee je kan lachen. Heb je een kinderwens? Ja, nog niet op dit moment, maar ik bedoel, ik ben over een paar jaar denk ik wel klaar voor. Maar ja, dat is wel, ja, ik ben uiteindelijk wel een gezinnetje. Zou je met mensen om kunnen gaan die anders denken over duurzaamheid dan jij? Oh ja, absoluut. Ik heb heel veel vrienden die daar helemaal niet heel veel mee bezig zijn, maar Dat is aan, ik bedoel, ik ben niet iemand die met het vingertje wil wijzen en zegt, jij bent een slecht mens omdat jij dit of dit anders doet. Ik had hiervoor ook nooit iets met duurzaamheid gedaan. En dat was niet omdat het me niks boeide of omdat ik een slecht mens was, maar gewoon omdat ik er nog weinig vanaf wist of er nog niet aan toe was. Er zijn heel veel redenen waarom mensen dat nog niet doen. Dus nee, absoluut, dat is niet iets waar, dat is geen dealbreaker dat ik niet met je om kan. Laatste vraag. Waar zie je jezelf over 10 jaar? Nog steeds op YouTube of heb je dan een hele andere baan? Dat ligt er heel erg aan of YouTube dan nog überhaupt bestaat. Bestaat, inderdaad. Nee, kijk, voor zolang ik dit nog kan doen is het echt een voorrecht. Want het is ontzettend leuk en een privilege om eigen baas te kunnen zijn en elke week dingen te kunnen maken die ik leuk vind. Maar er zijn genoeg andere dingen in mijn leven die ik leuk vind en of dat dan voor mezelf is, op YouTube of op een ander soort platform of ander medium, dat weet ik allemaal nog niet, maar dat zien we wel. Komt wel goed. Oké, heel erg fijn dat je er was. Heel erg bedankt. Dankjewel.
Wil je nou alles van Diana Leef Lang weten en zien? Check onze socials, want we linken alles door. Wil je nou meer zien van Dook Duikt In? Klik dan hier. Wil je meer zien van Club Next? Klik hier. En wil je abonneren? Klik dan hier.